Zo, een paar dagen later. Mijn huid is een beetje rood, want ik ben het aan het scrubben. Ik had het dus over in mijn vlog dat ik me best wel slecht voelde de afgelopen dagen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me vandaag echt zo relaxed weer voel. Ik heb de afgelopen dagen ook echt heel weinig thuis gezeten. Ik denk dat dat me echt heel erg goed heeft gedaan. Ik ben, even kijken, 3 dagen terug was het volgens mij, ben ik in de nacht naar honing gegaan toen ik me echt niet zo goed voelde. Toen heb ik allemaal snacks meegenomen. Ik heb lekker chips gegeten bij haar. Het was zo gezellig, ze had bezoek. En ik had echt zo erg naar mijn zin. De volgende dag heb ik met een vriendin, met een oude vriendin afgesproken. En toen hebben we samen sushi gegeten. Toen zijn we echt tot heel laat gewoon blijven chillen eigenlijk. Hebben we echt om 12 uur 's nachts nog een koffie lopen drinken ergens en zo. Want het was echt zo gezellig. We hebben echt zoveel gekletst. En dat heeft me ook weer goed gedaan. De dag daarna ben ik naar Twente gereden. Ook met een oude vriendin af te spreken. Toen zijn we ook naar zo'n goede restaurant gegaan daar. Niet normaal. Hebben we allemaal seafood gegeten. Echt heerlijk. Ik heb mosselen gegeten. Mega gamba's. En ik heb er ook echt van genoten. En dat heeft me ook echt goed gedaan. Ik merk gewoon dat goed gezelschap en heel goed eten mij gewoon heel veel goeds doet. Ik ben vandaag echt zo relaxed wakker geworden. Niet normaal. Ik heb lekker een koffietje gezet voor mezelf. En toen zijn ik en Nessie eigenlijk, gaan sporten. Dat heb ik ook heel lang niet gedaan. Maar omdat ik me zo goed voel, had ik daar weer gewoon even zin in. En ik ben gewoon bezig sporten. Ik heb gevast tot en met 5 uur. Toen heb ik even kip in de oven gemaakt voor ons. Met spruitjes en een salade. Lekker gegeten. Ik heb daarna lopen editen. En mijn video is nu ook weer online. Dus al bij al, ik voel me gewoon beter. Dus ik dacht ook even goed mijn huid verzorgen. Lekker gescrubt. En dan ga ik het nu zo even reinigen. En een nachtcreme opdoen. En dan ga ik, nadat ik mijn serie heb gekeken, ik ben een Kardashian aan het kijken, even heel rustig aan naar bed. En dan kijk ik alweer heel erg uit naar morgen. Omdat ik me gewoon echt zoveel beter voel. Ik heb eindelijk een beetje die holiday vibes. En ik ben ook echt gewoon aan het kijken wat we gaan eten met onze kerstdiner en weet ik veel wat. Ik ben me gewoon bezighouden met dingen die ik gewoon leuk vind en die me gewoon gelukkig maken. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb me net een beetje klaargemaakt, make-up gedaan. Even echt heel ander soort make-up op gedaan. Ik heb het echt een beetje mat gedaan. En het doet me echt denken aan vorig jaar make-up. Ik heb weer een beetje te veel Kylie Cosmetics af. Verder wil ik jullie wat showen. Ik heb het eigenlijk al een tijdje binnen. Maar ik heb echt zo lang niet gevlogd dat ik het nu pas laat zien. Maar kijk wat deze meid eindelijk binnen heeft. Waardoor ze vandaag lekker koffie kon drinken. Mijn nieuwe koffiezetapparaat. En ik ben er echt zo blij mee. Hij is ook echt super mooi. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar die heeft echt van die bronzen details. En het past echt perfect bij mijn huis. Kijk, het is hier een beetje brons. En met wit. En het knopje is zelfs brons. I love it. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En wat nog meer? Oh ja, ik heb nog iets binnengekregen. Wat ik ook echt heel erg spannend vind. Wat ik echt al heel lang doen. En laatst had er iemand gereageerd in mijn video van, het moet je echt een keer doen in een video. En dat ga ik doen. Dus ik laat jullie het nu even zien. En dat is, ja, is dat scherp? Een DNA-test. Ik wil het echt al zo lang doen. Telkens dacht ik, nou, fuck it. Want het is ook best wel prijzig. Maar ik heb hem besteld. Naar aanleiding van een reactie van een volger. Dus thanks daarvoor. Ik ga DNA-test doen. Volgens mij, ik weet niet hoe het in elkaar zit. Maar volgens mij moet je je slijm ergens naartoe opsturen. Maar dat laat ik jullie allemaal nog wel in deze vlog zien. Voor de rest is Nessim al 2 dagen echt heel erg ziek. Als je wilt zien hoe dat eruit ziet. Kijk, Nessim is heel erg zielig. Dat betekent dat ik deze dagen ook een beetje een verpleegster aan het spelen ben. We gaan zo ook weg richting de stad. We moeten een paar dingetjes doen daar. Ik ga me dus even snel omkleden. Ik vind deze look echt... Zoals jullie weten is onze kerstboom er al. Kijk, Nessie heeft zijn cadeautjes. Hij heeft helemaal netjes ingepakt en zo. Ik loop behoorlijk achter. Dus ik moet dat allemaal even vandaag gaan fixen in de stad. Ik moet nog een cadeautje halen voor Nessie. Wij hebben dit jaar een kerstdiner bij familie. Is ook wel gezellig. Dus een beetje kleine cadeautjes kopen en dan ben ik ready. Ik heb mijn boerenpakket binnengekregen. En waarschijnlijk zit hier dus mijn kerstoutfit in. Hoop ik. Dat ziet er goed uit. Heel veel glitters. En nog meer glitters.
Oh, dit moet echt goed komen. En hier zit nog meer glitter en glamour in. Ik heb het al geopend, dus het er niet zo netjes uit. Maar ik heb van LA Sisters. Van hun nieuwe collectie. Een heel mooie focus. Armbandje gekregen. Ik denk dat ik deze ook met kerst ga dragen. Ik heb oorbellen gekregen. Die heb ik nu in. En ik had een ring gekregen. Dit is echt heel cute. Maar hij is echt zo mini dat hij mij niet past. Want ik heb best wel dikke vingers. Kijk. Ik had vandaag eigenlijk een heel leuke outfit aan. Maar dat ga ik niet meer doen. Ik ga me echt heel erg warm kleden. Want Nessie is al ziek. En ik probeer echt niet om ziek te worden. Ik heb er echt geen zin in. Ik ga aandoen deze shirt. En dan denk je, what the fuck? Je bent net warm en dan draag je een shirt. Maar dan ga ik een heel dikke jas overheen doen. Je weet, als je in de stad loopt, winkel in, winkel uit, dan ga je zweten. Dus dit met een heel warme jas eroverheen. En mijn broek van de Zara. Perfect. Perfectos. I love this. Mijn nieuwe Dior ketting erbij. Oh, zo mooi. Ik heb me omgekleed. Ik laat jullie even mijn look zien. Zo, shirtje, woehoe, super fijn, heel erg oversized, kettingen van Dior, broek van de Zara, jas van woehoe, een super fijne jas, is trouwens niet echt heel erg dik, ik weet niet hoe het op de camera overkomt, maar het is wel een dun jas, maar hij is wel echt heel erg chill. Ik kijk er echt naar uit dat mijn haar gewoon weer zo lang is als vroeger. Ik heb nooit zulk lang haar gehad, maar ik heb altijd wel echt heel lang haar gehad, ook met krullen gewoon. Ja, kijk er echt naar uit. But I love this. Oh, en voor de mensen die denken, hoe heb je opeens zulke donker haar? Dat is natuurlijk niet mijn eigen haar. Maar hier spreek ik gewoon zo'n gekleurde haarspray op. En dat maakt mijn haar iets donkerder. Want ik heb mijn haar wel donker geverfd, maar niet zo donker. Oh, lekker de vuilnis naar buiten. Deze is nog heel erg ziek. Dus we gaan even heel snel naar de stad. Want hij moet voor een samenwerking wat ophalen. Dus dat gaan we even samen doen. Hoeft hij er niet alleen heen. En daarna gaan we lekker gezonde sapjes voor ons halen. Hè? Lekker. Hebben we echt nodig. Lekker gembershotjes. Ik wil weer even langs Sappie. Ben ik heel lang niet geweest in de stad. En dat is eigenlijk de planning. Daarna gaan we gewoon weer terug. En Nessie vindt mijn haar lelijk. Maar dat is nou, heb ik niet gezegd. Jawel, is ik heb gezegd, jouw natuurlijke haar is mooier. Zo, staan we lekker in de file, jongen. Trouwens, deze meid heeft zich vanochtend gewogen. En ik heb mijn minimumgewicht van het jaar bereikt. Dus niet mijn minimumgewicht, nog lang niet. Maar wel van dit jaar. En het is nog 6 dagen tot aan kerst. Nee, ze is chagrijnig, nog meisje. En ik probeer om in die 6 dagen nog 2 kilo af te vallen. Zodat ik met kerst helemaal los kan gaan. Want ik heb echt zoveel zin om te eten. Ik kan niet meer. Ik kijk er echt naar uit. En dan zie ik ook. Nessie kijkt er ook echt naar uit. Zie je zijn happy face? Het mag wel beter worden. Oh mijn god, jongens. Ik ga jullie echt zoiets geweldigs laten zien. Kijk wat Nessie zijn auto heeft. Jullie gaan het niet geloven. Maar dit dingetje hier is gewoon van Flitsmeister. As you can see. En wat doet dit ding? Hij werkt gewoon zonder de app. Nou, wij gingen gewoon net piepen. Ik snapte niet waar het vandaan kwam, maar... Het is niet zeg maar zonder de app, maar het is zeg maar... Als je in je auto stapt, hoef je niet meer je app aan te zetten. Hij wordt automatisch verbonden, dus die app gaat automatisch aan. Dus je vergeet hem ook weer. Oh, wat cool. Snap je? Maar hij piept ook, toch? En dan hoor je niet meer die van de app. Weet ik niet. We zijn bij Sappie. Ik heb een bananencake genomen voor Nessie. En we hebben 10 gembershots genomen. Ik denk hier heel heftig als zijn met gember, citroen en cayenne pepers. Ik ga dood. Ga je voor? Ik zeg maar, die jongens bestellen voor mij. Ja. Hij zat, ik bestel, dan krijg ik mijn loepje eerder. Hij zegt, waar zijn mijn loepjes dan? We zijn ook even langs de Suriname geweest. Toen hebben we lekker een zouten soepje gehaald voor Nessie. Maar voor mezelf heb ik een salade. Ik laat jullie even zien hoe het eruit ziet. Deze saus ziet er altijd heel goed uit, hè? Ja, toch. Je hebt de bakje dus met de soep. Dan doe je dit erbij. Wil je de rijst ook erbij in, Nes? Nee. Zo. Zo, dan heb je dit. Oh, het ruikt wel echt heel lekker. Nes, wil je er ketchup bij? Ketchup. Voor mezelf heb ik een kip avocado salade van Sappie. Ik hoop dat die lekker is. Ziet er wel goed uit. En in plaats van kaas hebben ze amandelen erop gedaan.
En heel veel gember shots. Ik heb er al één gehad in de auto en Nancy ook. Maar deze zijn echt gruwelijk. Ik heb lekker gegeten. Nesmi heeft zijn soep denk ik voor de kwart opgegeten. Totaal niet opgegeten dus. Ik ga lekker even mijn pyjama aandoen. En dan ga ik even heel snel de vaat doen. Want het is zwaar nodig. En Nesmi's kapper komt zo. Want die komt even zijn haren knippen voor morgen. Want morgen mag voor Giri dus presenteren bij het gevecht van Badder tegen... Batterij viel uit. Maar tegen Rico. Badder tegen Rico. Dan mag Nesmi me... doen. Dus dat is echt leuk. Ik ga even mijn pyjama aandoen. Lekker deze pyjama broek hieronder. Even in een half uurtje huis opruimen. En dan komt zijn kapper hier. Misschien ga ik even naar Honey. Ik vind wel leuk. Maar wat ook echt stom is. Ik heb dus een kipsalade net gegeten met avocado. En ik had gisteren de kip eruit gehaald uit de diepvries. Om die vanavond dus te eten. Dus nu eet ik kip. En nog een keer kip. Lekker. Outfit goals. Dat is zo lekker. Zo, alles is schoon. Nu ga ik koffie zetten met mijn nieuwe baby. Trouwens, ik wil eigenlijk een heel andere koffiezetapparaat. Maar ik vond deze toch wel schattig. Zoals jullie weten gaan we met anderhalf jaar, denk ik, verhuizen. Hopen we. Dus ik dacht, dat is wel goed voor even een jaartje of twee. Dus vandaar deze. En dat was echt een heel leuke actie ook. Dus ik ben er echt blij mee. Hij staat ook echt zo mooi in de keuken, vind ik. Echt zo'n chique uitstraling. Hij maakt alleen heel rare geluiden. Kijk. Ik heb net een doekje op zijn hoofd gelegd. Dus we zijn echt ziek. Ik voel me zo beloofd. En dan moet je nog morgen gaan we lopen interviewen. Ja. Ik hoop dat je dan echt wat beter voelt. Schoon. Leuk hoor, Nes. Goedenavond. Het is alweer avond. Nessie wordt dus nu geknipt door zijn kapper thuis. Ik dacht ik ga lekker even langs Honey. Ik hoop niet echt zin om daar met mannen te zitten. Zijn trainer was nog langsgekomen. En toen kwam de kapper. Toen dacht ik er is te veel testosteron in huis. Ik ga weg. Dus ik heb lekker een flesje water gekocht. En ik ga nu vertrekken naar Hon. Zo. Later. Dit thuis. In mijn post gekregen. Is geopend. En deze is voor mij. Zo, Nessie gaat naar bed. Ik ga hem even insmeren met Fix. En dan gaat hij even rustig slapen. Ga ik even nog serie kijken. En dan is onze dag voor vandaag klaar. Spa rood voor Nessie. Had hij zin in.